Splinter deed 2 jaar geleden mee met de Tweede Kamerverkiezingen. We hebben toen meer dan 30.000 stemmen gehaald. 2 jaar lang hebben de zittende politieke partijen Nederland niet vooruit geholpen. De problemen en crisis stapelen zich op. En de zittende partijen weten geen uitweg meer, omdat ze het zelf gecreëerd hebben. Splinter is een brede middenpartij die zich focust op het oplossen van onze problemen. Wij zijn niet bang om de problemen te benoemen en lopen niet weg voor moeilijke vraagstukken of verantwoordelijkheden. Als moeder maak ik mij natuurlijk zorgen over de toekomst van al onze kinderen. Kunnen zij nog veilig opgroeien met goede scholing? Krijgt elk kind nog dezelfde kansen, ongeacht welke kleur ze hebben of in welk gedeelte van Nederland zij opgroeien? Als dochter maak ik mij ook zorgen om de ouderen in Nederland. Kunnen zij nog in goede gezondheid oud worden op de plek waar ze dat zelf willen? Dit mag niet afhankelijk zijn van je portemonnee. Stem scherp en onafhankelijk, stem Splinter. In 2020 brak de coronacrisis uit. Als zorgprofessional stond ik dag en nacht klaar om voor deze patiënten te zorgen. Veel is er niet goed gegaan en ik werd diep getroffen door het leed wat ik zag tijdens mijn werk in de achterstandswijk. Zij zijn de spiegel van de samenleving. Ongelijkheid en gezondheid zijn thema's die bij grotere partijen nauwelijks een rol spelen. En dat is kwalijk. Wij zien de zorgen van nu, maar we zien ook de zorgen van morgen. Wie zorgt er dan voor u? Want we worden steeds ouder, we hebben steeds meer zorg nodig. En dat terwijl de zorg steeds minder beschikbaar is. Onze gezondheid zou nu echt de eerste prioriteit moeten hebben. Maar ik wil er ook zijn voor alle zorgmedewerkers in het land. Om erkenning te geven aan wie ze zijn en wat ze doen en wat ze nodig hebben. Om het bestaand zorginfarct nu echt aan te gaan pakken. De democratische rechtsstaat staat onder druk. De toeslagenaffaire heeft pijnlijk blootgelegd hoe burgers door de overheid met willekeur zijn behandeld. Splinter wil een betrouwbare overheid die burgers niet behandelt als nummer, maar als mensen. Traditionele partijen zijn slechts uit op machtsbehoud en laten maatschappelijke problemen op hun beloop. Door links worden mensen buitengesloten omdat ze niet woke genoeg zijn. Rechts pleit voor tribunalen en wil zich terugtrekken achter de grenzen. Splinter vertrouwt de burger en wil vanuit dat vertrouwen de rechtsstaat herstellen en zal ten alle tijde strijden tegen willekeur. Help ons de democratische rechtsstaat te herstellen en de politiek weer betrouwbaar te maken. Stem scherp en onafhankelijk, stem Splinter.